Die rechter, hè, vrienden? Ja, in die zaak van die lil kleine met de Jamie. Die man, die moet gewoon helemaal rollenbollend door zijn raadskamertje zijn gegaan. Ja, die heeft gewoon met een natte toga aangezeten daar. Want die heeft zich natuurlijk bezeken van het lachen al die tijd. Want die denkt, wat hoor ik hier nou allemaal? In wat voor zaak ben ik nou terechtgekomen? Ja, want die lil kleine, die gaat maar door, hè? Ja, die geeft niet af. Nee, want dit is nou al een hele tijd aan de gang, hè? Die heeft eerst gewoon een paar keer zijn vrouw vrolijk in elkaar geslagen. Nou ja, oké, dat hebben we allemaal gezien. En toen dacht de Jamie, nou, ik ben hier wel klaar mee. Nou goed, en nu hebben we dus dat we gaan zitten zaniken over welke spullen zijn van wie. En dat is dus nu al maanden of misschien al een half jaar aan de gang. Ja, met een rechtszaak, toen kwamen ze er niet uit. Toen moest de rechter uitspraak doen. En dan moet je kijken waar het allemaal over gaat, vrienden. Over welke spulletjes. Nou, die lil kleine, die is echt... Dat is hij gewoon. Want... Het gaat over 3 horloges en die wil hij dan terug hebben. Nou, kijk, als je nou een beetje kerel bent, hè. Ja, en je hebt je vrouw gewoon in elkaar gemapt. Dan begint het al mee. Dan ga je toch niet meer horloges terughalen. Überhaupt ga je geen horloges terughalen. Ook als je er niet geslagen hebt. En je gaat uit elkaar, dan zeg je gewoon van, nou weet je, hou jij de hele handel maar en klaar. Nee, niet lil kleine, nee. Die gaat daar rechtszaken voor beginnen. En nu heeft de rechter dan gezegd... Ja, oké, 2 van die horloges, die mag de Jamie houden. Nou, oké, hè. En dan mag hij er eentje voor de lil. Nou, kijk, dat is toch onvoorstelbaar, vrienden, dit hele verhaal. Dat is toch niet te volgen voor niemand? Maar het wordt nog erger. Het is nog veel en veel erger. Want, waar gaat het ook over? Hij wil, Lil Kleine, die wil ook een broodrooster. Ja, je hoort het goed, een broodrooster. Ja, een blender. En, daar komt hij, een waterkoker terug. Ja, die mag zijn, dan mag die Jamie niet houden. Hé, Lil Kleine. Dus, ja, die is... Ik zei net al... Dat is die Lil Kleine. Ja, volkomen. Want hoe kan het nou? Ik bedoel, als die lil kleine nou toch een broodrooster en een blender en een waterkoker wil hebben. Dan gaat hij toch wel naar de blokker? Ja, voor 100 euro ben je klaar. En dan gooi je ze nog van alles achter je aan daar bij de blokker. Ja, krijg je 1000 dingen, doekje mee, ja, kruidenrekje, wasknijpers, van alles en nog wat. En maar nee, Lil wil dat terug hebben van de Jamie. Nou ja, vrienden, het is te gek voor woorden. En wij stellen vast, Lil Kleine is absoluut geen kerel.